denk in die tijd dat het met mij dus niet lekker ging, dat ze wel naar mij keken als toch wel iemand met een hoop problemen. Eigenlijk een probleemgeval. Hè? Die, ja, wat moeten we met die gast? Dakloos worden, dat was bij mij was het eigenlijk een hele samenloop van omstandigheden gewoon. En dat is iets en daar ben ik wel achter gekomen, dat kan iedereen wel overkomen. Dus ja, kijk, je kan je werk verliezen, je kan je relaties kunnen overgaan, noem maar op. Hè. Maar dat weet iedereen wel een beetje zo. Hè. Ja, ik vind dat wel zwaar om te benoemen, maar dat is echt wel dat ik het eigenlijk ook niet meer zo zag zitten. Dus dat je daar ook wel mee rond gaat lopen. En dan, alles valt dan eigenlijk weg. Sociaal valt eigenlijk heel veel weg. Werk natuurlijk. Mensen om je heen, hulp, het gevoel van dat je ergens bij hoort. Al die dingen die vallen dan weg. Van ik sta hier alleen hier in die stad, in die keimooie stad die wij toch hebben, stond ik toch alleen. Toen, hè? Nou, gelukkig niet meer, maar toen. En dat gevoel, dat is heel heftig. Ja, vind ik echt een geweldige plek gewoon. Dat is echt een. Ik word er altijd een beetje stil van. Nou, het moment dat ik echt ben gaan schilderen, dat kwam echt puur vanuit mezelf. Dus dat zat in mij. Maar dat hield ik ook helemaal voor mezelf. Ik zat daar voor mezelf een beetje te doen. Ik had gewoon een potloodje in het begin. Gewoon een beetje. Ik zie het echt zo dat ik me uit de situatie heb geschilderd. Ja. Ja, door daarmee bezig te gaan, is het gelukt. Dus ik kan het eigenlijk al gewoon eerlijk zeggen, dat heeft mij gewoon geraakt. Voor mij staat het voor een nieuw begin, ja, kunst dan. Hè? Dus ja, dan denk ik natuurlijk ook meteen aan dit. Hè? Of dan sta je naar een schilderijtje te kijken, dan denk je van, ooit gemaakt in die tijd. Die man die weet helemaal niet dat hij hier hangt. Hè? Had hij ook helemaal niet verwacht. Wij staan hier allemaal naar te kijken. Hij laat iets na, hoe mooi is dat? Dat idee. Ja, wat blij van. Ik heb het op een gegeven moment, maar dan heb ik het echt in die opvangtijd, hè, heb ik het echt als een vrijbrief ervaren om nu te kunnen gaan doen waar ik goed in ben. Zo van, nou maakt het niet meer uit jongen, alles wat ik nu doe is goed. Ze staan al te klappen als ik mijn veter strik, weet je wel. Dat. En dat was een fijn moment, want toen dacht ik van, dan kan ik opnieuw beginnen. Soms moeten dingen veranderen. En dat spreekt me heel erg aan bij Springplank. En dat had ik 3 jaar geleden al. Ja, nou is het zo en dat vind ik gewoon top. Iedereen onderdak? Ja, natuurlijk. Hè? Dat is, als je dat gaat realiseren, ja, hoe goed ben je bezig als jij iedereen een plek kunt bieden die bij iemand past ook nog. Hè? Want dat is ook gewoon het mooie. Dat is het. Dat is, en wat je dan kunt bereiken met wie dan ook, daar ben ik gewoon heilig van overtuigd. Als jij gewoon een plek hebt en vertrouwen van mensen, en dat kan even duren, dat kan heel snel gaan, dat ligt gewoon aan de persoon. Ja, dan ga je versteld staan waar je mee gaat maken. Met mensen waarvan je misschien ooit hebt gedacht, net zoals ze van mij dachten, een beetje hopeloos. Nee. Het is van levensbelang, zoiets. Het is gewoon een feit, het is van levensbelang.